Ja, ik snap het ook allemaal wel. Ik sta hier in de fucking rij. We staan hier voor het Turkse paspoort. Ja. Je hebt hier een rij. Die mensen gaan allemaal hier staan. Snap je? Terwijl je hebt allemaal rijen. En dan kun je gewoon achteraan sluiten. Maar achteraan sluiten, wat snappen die mensen? Die denken dat ze daar achteraan moeten sluiten. Begrijp je? Hele rare mensen. Maar ja, ik heb geen zin om erover op te winden. Dus ik ga gewoon in een rij staan. Waar je gewoon achteraan sluit. Ja? Achteraan sluit. Kijk, hier. In een rij. Zo. Zo. Zie je dat? Snap je dat soort mensen? Nou, ik snap er helemaal niks van. Maar ja, kom maar. Zo gaat het, mensen. Het lijkt wel alsof iedereen zijn verstand, op het moment dat er in een rij gestaan moet worden, in zijn broekzak steekt of zo. Ja, ik krijg allemaal de pleuris. Ik heb een hekel aan rijden. Ik sta gelukkig wel gewoon achteraan in een rij. En ik word zo geholpen. Ik ga door de douane. Dan gaan we lekker vliegen. Zo, het ging best redelijk snel, toch? Of niet? Ja. We zijn best blij. We hebben 2,5 uur in de file gestaan, mooi op tijd weggegaan. Nou ja, dat is altijd goed als je weer op tijd bent, zeg maar. Dan kun je alles rustig aan doen op de airport. Kun je een beetje irriteren aan een rij. Het is hier fucking warm. Ja, het is echt warm. Nou ja, ik heb nog geen zweetdruppels. Maar dat komt omdat ik een hele coole kikker ben natuurlijk. En we gaan even door die douane. Ik ga allemaal naar de pleuris. Ik ga even een paar mensen laten schrikken hier. Het is altijd leuk. Alles kan kapot. Kijk, iedereen kijkt om. Dat is goed, hè? Woes!